Willebroekse les, deel 2, mannen en vrouwen. Onze verwilderde buurman heeft een vrouw leren kennen. Die roodgoud van hem wat verder had er jij opgeschaard. Mijn tante Teresa heeft die schoenen ook. Ons tante Trij zijn ook zekers schoenen. Die hovaardige dame woont nog thans maar in een klein huisje in de oude Dendermondse straat. Die overjarige jouw een partij wordt in een kroopkotje in de Hij is een valse, onuitstaanbare man. Een dikke jammerkloe tenist. Jullie moeder is vertrokken rond 12 uur middags. Alamo is rond de neun aangegaan. Die ongelukkige vrouw is weer zwanger en ze had al vier kinderen. Maar ja, die sloor al vier zout aan als tik die wijfel. Jozef kreeg slaag op de kermis van dat uitschot van de overwinningstraat. Jefke naeg hoé wat beet gaat op de voer van dat krapul van de Paulingstraat. Die dronken man zit elke dag in de kroeg. Die zat op zit geheel der dagen in het stammen. He. Die Dommerik doet de dingen zonder erbij na te denken. Die moet de paas niet nauzen. Mijn straat zit vol met roddeltantes. En mijn strotjes zijn allemaal komèren. Corpulente Louisa was buiten adem. Dikke Wis was aan taalzakken. Ome Jan speelt vals. Nuncle Jean doe de zak. Dit was het einde van les 2 van de Willebroekse Les.